Het is een donkere, grijze dag in november. Het Noordwal Filmfestival is in volle gang. Maar weet ik heel goed. Kans goed is hier een bandje krijgen. Pardon? Karel Hooghart. Karel Hooghart. Yes. Sjoerd Bootsman. Hallo. Heeft u zo'n bandje voor mij uit de binnenkant? Bandje? Ja, ik ben journalist. U bent journalist. Filmrecensent. Oh, filmrecensent. Van welk medium? Medium? Medium. Als in... Wat schrijft u voor, meneer? Het, waar niet voor? Ik ben freelancer. Dan sta ik gewoon sta ik niet bij de bioscoop of ik sta in magazines of... Oké, en wat is uw naam? Karel Hooghart. Hooghart. Is dat met een D of met een T? Een T, aan het eind. Of mensen wachten. Ja. U staat niet op de lijst. Hoezo sta ik niet op de lijst? Ik heb gereserveerd. Nou, 20 euro en dan komt het helemaal goed. Ik heb alleen 10 bij me. 10? Dan kunt u alleen voor vandaag een kaartje kopen. Want dat kost 10 euro. Nou, prima. Kom maar. Onzin. Dankjewel, hè. Een groepje kinderen is aan de aandacht van hun ouders ontsnapt en gaat op zwerftocht door het gebouw. Iets dat ze misschien beter niet hadden kunnen doen. Niet eens een behoorlijke kroket hier ook. Doe me dan maar een tosti. Nou, dan maar een tosti, hè. Het is niet anders. Nee. Dat is al 2 uur. Ook dat nog. Dit is een aanwijzing voor iemand van de jury. Wow, wat een vieze vetje. Dit zou wel een aanwijzing kunnen zijn, maar wie? De mevrouw van Martine. Ja. Martine, ja. Kijk, een bandje. Wie geeft het? Sjoerd. Sjoerd. Ja, Sjoerd van de kassa. Oh ja, deze krant. Die hadden we ook eerder gezien. Ja, hadden we daar net ook gezien. Misschien staat er iemand van één. Wat staat erop? Nee, dat is al niet belangrijk. Er staat ik haat hem. Deze. Laten we ons in groepjes verdelen en dan al die mensen wat vragen gaan stellen. Ja, dat is ook een goed idee. Ja, kom, gaan. En dan kunnen we misschien met onze mobielen opnemen. Ja, ja. Oké, okay, dat is goed. Nee, niet doen. Ja. Ja. Ik moest toch even de gastenlijst opwerken. Maar ik
herinner mij die man wel. Ik kon hem wel wurgen. Zo vervelend was die. Bent u al de hele tijd? Ja, ik ga tot keuken. Bent u al? Ja, ik ben net hier aangekomen. Bent u al met geld geweest? Ja, nee. Wel. Heeft u met mij gekomen? Nee. Mogen wij even wat dingen vragen? Nou, ik heb het eigenlijk best wel druk. Nou, maar bent u de voorzitter van de jury? Ja, daarom ben ik ook zo druk. Oh, oké. Okay. Maar we willen even gewoon een paar dingen vragen. Oké. Okay. Oké, we hebben een krantje gevonden met een advertentie van een film. Weet u misschien wie die geschreven heeft? Nee. Als voorzitter van de jury kunt u natuurlijk ook mensen haten. Ja. En, is er misschien ook een journalist die u haat? Ja, ik zag hier wel zo'n klein misbaksel rondlopen. Met een petje? Ja, zo'n vervelend... Ja, dat heb ik al een tijdje niet meer gezien trouwens. Ben je ook in de kelder geweest? Kelder? Nee, nou nee. Hieronder? Ja. Ja, volgens mij ben ik daar wel eens, maar hoezo? Oh, gewoon daar, man. Gewoon, oké. Oké, graag gedaan. Kom, we gaan hem interviewen. Oké. Hallo. Mag ik misschien wat dingen vragen? Jawel. Bent u misschien David Miller? Ja, dat ben ik. Ik ben David Miller, de beroemde regisseur. Oké. Hoe lang bent u er al? Nou, ik ben net 10 minuten binnen. Oké. Heeft u misschien een man met een brilletje gezien? Nee, een man met een pet en een brilletje? Echt niet? Een journalist bedoel je? Ja, nee, heb ik niet gezien. Nee, echt niet. Nee, heb ik niet gezien hoor. Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Zijn we nou klaar? Ik moet nu weg hoor, want ik moet nu weg. Dag. Dat was wel een beetje verdacht. Hey Marco! Hey, hoi! Hoe is het? Leuk. En met jullie? Ja, het is een beetje... Het is een... Ach, gadverdamme. Wat? Ach, nee. Die ellendige... spinnelige nepjournalist. Wat dan? Ja, ze zijn met mijn vriendin vandoor gegaan. Wat? Ja. Dat ja. Dat is echt akelig kut, joh. Ja, nee. Ja, leg dat mijn vriendin uit. Nou ja, ex-vriendin dus. Okay. De trut. Ja, de trut met de klootzak. Maar goed, eigenlijk heb ik wel... Kom maar goed. Ja. Slechte cijfers geven. Ik kan wel wurgen als ik hem zie, weet je dat? Ik kan hem wel wurgen als ik hem zie. Ik ben al de hele dag aan het zwijgen. Bent u al een keer naar de kelder geweest? Wat zegt u? Ben je al een keer naar de kelder geweest? Nee. Naar de wc? Alleen maar blaadjes gesneden. Kan ik u even spreken? Nou, ik weet niet of ik daar zin in heb. Ik denk het wel. Wat dan? Wat dan? Even. Ja, hey, blijf van, man. Kom mee. Ja, ik ga wel voorlopen. Hallo, hoe ging het met jullie? Slecht. Zo heb ik niemand gevonden. Oh, alleen maar een paar boze mensen. Ja, je weet.
weet donders goed wie ik ben. Blijf van me af, man. Nee. Wat moet je nou? Jij weet donders goed wie ik ben. Zo driftig, man. Rustig. Jij weet donders goed wie ik ben. Nee, geen idee. Het huis, film, stukje in de krant. Het huis. Het huis? Oh, het huis. Ja. Al mijn geld ingestoken. 120 bezoekers. Was dat een beroerde rotstukje van jou? Daar hield ik me nog in. Wat een troepfilm was dat. Die rotstuk van de film heb ik al mijn geld ingestoken, ja. Ik kan het verder wel schudden als filmmaker door die rotstukjes van jou. Dat is toch mijn probleem niet? 120 mensen in de zaal. Stel je wat dat betekent? Ah, man. Leer een vak of zo. Want de regisseur die deed wel heel verdacht. Hij ging het nagel bijten en wou heel snel weg. Ja, hij was echt, hij wou bijna niets vertellen. Het was echt heel raar. God. Vertellen. Het was echt heel raar. God. Hij was echt heel zenuwachtig. Dus volgens mij heeft hij het gedaan, hoor. Zullen we de politie bellen? Dat heb ik niet gedaan. Jongens, ik ga mijn moeder wel bellen. Belt zij de politie wel goed? Ja, dat is goed. Kom, we gaan hem pakken. Ja, ja. Ja. Voor die lekker. Het is mijn moederspel. Zij belt de politie dan. Snel voordat hij weg snel. Is. Ik ben hier gewoon op het filmfestival. Oh, ja. Ik moet naar de film toe. Jongens, wacht even. Los. Jij bent het. Jij bent het. Ik ben helemaal niet. Dat ben ik. Jij bent het. Ik ben onschuldig. Jij bent het. Waar heb je het over? 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 Ik heb geen mes bij me. Ja. Ik weet van niks. Helemaal goed. 1, 2, 3. Een goede foto bij de politie. Politie! Op de grond. Ja. Op de grond. Op de grond. Van naar voren. Nee, rustig blijven. Heb jij controle? Ja hoor. Je bent aangehouden. Je bent verder niet tot antwoorden verplicht. Alles wat u zegt moet tegen gebruikt worden. Ja? Maar het is gewoon rustig. Ja. Laat die maar even zitten, hè? Ga je naar jou om? Gaan we even deze kant op rollen? Laat even zitten. Ja? Heel goed. Alles wel? Nou ja, ik word gearresteerd. Ja. Voor de moord op een journalist. Ik bedoel, er zijn er zoveel van. Ik kan er best eentje even dood. Even één voetje intrekken. Ja. Die kant omhoog. Ga maar staan. Maar. Ja, heel goed hoor. Ja. Dag, dag, dag. Doei. 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 Dus de deur staat. Ja. Maar ik was maar een journalist. Wat doet dat er nou toe? Nou, had u zitten hoor. Heel veel. Ja, helemaal goed. Goed zo. Doei, doei. Doei, doei. Doei, doei. En dan. Schuim maar op zijn gezicht. Wow, wat is daar weer gebeurd?